Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. In de Nationale Assemblée heeft president Santokki het gevoerde beleid en de laatste stand van zaken ten aanzien van COVID-19 uit de doeken gedaan. Na 4 maanden concludeert het staatshoofd dat het heeft gewerkt. Nu een dalende trend van nieuwe besmettingsgevallen te zien is. Maar we zijn er nog niet. Niet alleen is Suriname van code rood naar code oranje, meer nog aan de hand van speciale protocollen zijn delen van het bedrijfsleven weer in staat gesteld de activiteiten te herstarten. Hierdoor kunnen deze bedrijfsgroepen de door de coronacrisis geleden financiële klappen enigszins opvangen met een voorzichtige openstelling van hun ondernemingen. President Santokki zinspeelde eveneens op de spoedige komst van een vaccin waarvan de leverantie aan Suriname is veiliggesteld. De verspreiding van COVID-19 is sterk beperkt als gevolg van de maatregelen die wij hebben getroffen. We hebben op dit moment een dalende trend en zijn van code rood overgestapt naar code oranje. COVID-19 en de getroffen maatregelen hebben in ons land een grote maatschappelijke en economische impact gehad, voorzitter. COVID-19 heeft geleid tot een aanzienlijke verdieping van de reeds bestaande economische crisis in het land. Dat heeft een zware wissel getrokken op de samenleving en heeft gezorgd voor armoede, een dalende koopkracht en verlies van bedrijfsinkomsten. Daarom hebben wij, terwijl we bezig waren met COVID-19 te bestrijden, ook direct het traject tot normalisatie ingezet. Zodat, terwijl het accent ligt op beschermen van de volksgezondheid, ook de economie weer kan worden herstart om de gevolgen van COVID-19 voor de samenleving zoveel mogelijk te beperken. We hebben de protocollen voortvarend ontwikkeld in onderling overleg met de verschillende doelgroepen en met het bedrijfsleven. Steeds meer sectoren in het bedrijfsleven hebben de protocollen reeds geïmplementeerd, zodat deze weer kunnen normaliseren en kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van ons land. Voorzitter, andere sectoren maken zich thans gereed voor de afronding en implementatie van de protocollen, zodat ook bij deze bedrijven en of faciliteiten langzamerhand weer open kunnen worden gesteld. Op basis daarvan kunnen we geleidelijk overgaan tot normalisatie. Waar we kunnen verlichten, voorzitter, doen wij dat. Maar we zijn er nog niet. We zullen ons aan alle maatregelen moeten houden. Het lijkt erop dat we zicht hebben op een vaccin. Maar totdat deze er zal zijn, zal de samenleving voorzichtig moeten blijven en de instructies moeten volgen. Ook is het goed om met de samenleving te delen dat in verband met het opkomend vaccin deze regering reeds een aanbetaling heeft gedaan in verband met de zekerheidsstelling van de aankoop. Dit vonden wij noodzakelijk, voorzitter, omdat wij willen dat onze samenleving ervan gewaarborgd is dat het vaccin ook voor onze eigen burgers beschikbaar zal zijn. In zijn betoog in het parlement waarschuwde gezondheidsminister Amr Ramadien voor onverschillig en onmaatschappelijk gedrag in de nationale strijd tegen COVID, doelend op feestgangers die het niet zo nauw nemen met de opgelegde beperkingen. Alvorens over te gaan tot de beantwoording van de vragen, wil ik als minister van Volksgezondheid de samenleving verzoeken om zich nog steeds aan de COVID-maatregelen te houden. De dalende trend van infecties is al een aantal weken zichtbaar. Ik wil het deel van de samenleving welke zich trouw houdt aan de COVID-maatregelen complimenteren voor hun gedrag. Aan de andere kant zien we de laatste 2 weken een toename van dansfeesten, bars en clubs die weer openen. We zien de filmpjes langskomen. De politie doet haar best, maar het is een immense taak om de controle overal uit te voeren. Ik verzoek degenen die bewust onverantwoordelijk maatschappelijk gedrag tentoonstellen dit achterwege te laten en ik roep de samenleving op om de regering te ondersteunen door onregelmatigheden op tijd aan de autoriteiten door te spelen zodat er snel kan worden opgetreden. In de aanpak van COVID-19 geldt nu voor mij de gezegde United we stand, divided we fall. Heldere taal van onze gezondheidsminister, Ramadien. Bij de politie komen nog steeds meldingen van onregelmatigheden binnen, ondanks het feit
dat de meeste van ons zich wel houden aan de COVID-19 regels die nu nog van kracht zijn. U vraagt mij als er nog lockdown overtreders zijn. Ja, er zijn nog steeds lockdown overtreders. En tegen deze overtreders worden de maatregelen nog steeds toegepast. Ik heb het dan over de maatregelen als overbrengen naar onder andere de politieacademie enzovoort. De bars en de dancings die toch open zijn gedurende het lockdownuur, wil ik eraan herinneren dat het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid in de strijd tegen het COVID-19 virus. De burgerij wil ik uitnodigen om deze meldingen nog te blijven doen, zodat de politie daadwerkelijk kan optreden tegen deze bars en de dancinghouders. Mensen die feesten worden daadwerkelijk door de politie aangemaand. Zo gauw als het bij de politie duidelijk is dat er een feest is ergens, dan wordt er wel opgetreden door de politie. Van politiewoordvoerster Rachel Diekman verneemt het COVID-19-journaal ook de laatste ontwikkelingen rond de viering van 45 jaar revidentie over een kleine week. Op 25 november aanstaande herdenken wij 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. En deze herdenking zal op gebruikelijke wijze geschieden, maar dan met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. De parade en het defileren is onderdeel van deze herdenking. En deze activiteit brengt aardig wat mensen op de been. Vandaar dat de politie, ondersteund door bestuursambtenaren, zal zorgen voor de orde rondom dit geheel. De politie doet een dringend beroep op iedereen om verantwoordelijk te blijven, waardoor we met z'n allen kunnen voorkomen dat Suriname door een tweede stijging van besmettingen van het coronavirus wordt getroffen. De afgelopen tijd hebben we in dit COVID-19-journaal wel vaker stilgestaan bij het nieuws rond de ontwikkeling van een werkend vaccin tegen het COVID-19-virus. Dr. Martelise Eerschel, crisismanager van het COVID-19-outbreak-team, volgt alles rond de wereldwijde vaccinontwikkeling op de voet. Van haar vernemen we dat Suriname via de wereldwijde COVAX-faciliteit reeds heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en leverantie van het vaccin. Ook Nederland heeft onlangs de toezegging gedaan om ons land bij te staan met een hoeveelheid vaccins. Belangrijk is dat de ontwikkelde vaccins eerst de goedkeuring krijgen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Last week I sent a letter to all member states requesting them to join the vaccine arm of the ACT accelerator. I'm pleased to announce that as of today, 172 countries are now engaging with the COVAX Global Vaccines Facility, which has both the largest and most diverse COVID-19 vaccine portfolio in the world. Zo gauw een werkend vaccin beschikbaar is, kan de vaccinatie hier in Suriname op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2021 beginnen. Als eerst zullen de frontline werkers en kwetsbare groepen worden gevaccineerd. Ten aanzien van vaccinontwikkeling hebben we gemerkt dat de afgelopen weken er steeds meer nieuws is over vaccins die op de markt kunnen komen. Maar nog geen enkel vaccin is nog vrijgegeven. Pfizer bijvoorbeeld is een van de eerste geweest, Moderna hebben we ook gehoord. Maar al die vaccins moeten nog getest worden door de gezondheidsautoriteiten, in dit geval Amerika. De Food and Drug Administration moet een ander nog checken, alle gegevens, of het klopt wat Pfizer zegt, dat ze meer dan 90% effectief vaccin hebben. Ook kijkt de FDA naar bijwerkingen. Want het vaccin moet werken en het moet veilig zijn. Het is toch nog niet op de markt, maar verschillende landen zijn al bezig voorbereidingen te treffen. De Chinezen hebben ook vaccin in de pipeline, de Russen ook. In totaal zijn er misschien wel 50 vaccinkandidaten. Wij zijn blij met deze ontwikkeling, want dat betekent dat we eerder aan vaccins kunnen komen, ook Suriname. Ja, maar wij gaan voor veiligheid en effectiviteit. Wat het Pfizer-vaccin betreft, dat dus
vorige week is aangekondigd, dat kan alleen bij min 50 graden Celsius opgeslagen worden. Dat is niet haalbaar in Suriname. Wij hebben niet op grote schaal dergelijke vriezers. En Pfizer heeft ook gezegd, het is niet zo geschikt voor ontwikkelingslanden. Pfizer is nu bezig om een poedervorm te ontwikkelen van het vaccin, zodat het wel over verschillende landen in de wereld gedistribueerd kan worden. Wij volgen deze ontwikkelingen. We worden hierin geadviseerd door de PAHO en de WHO en ook door de Nederlandse overheid. Twee weken geleden was er een hoogambtelijk overleg hier in Paramaribo. Er is ook een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid van Nederland gekomen. En die hebben ons toegezegd dat ze ons op de hoogte houden van de vaccinontwikkelingen wereldwijd. En zodra Nederland vaccin gaat kopen, dat is mondeling toegezegd, zullen ze Suriname ook helpen. Waardoor we misschien een deel van de bevolking kunnen vaccineren. Wij hebben als land gestort in een fonds. Het is een internationaal fonds, het heet het COVAX Fonds. En daar kan je dus al geld storten van tevoren voor eventuele vaccins die goed bevonden worden door de WHO, om ze direct ter beschikking te stellen zodra ze veilig en vrijgegeven zijn. En we hebben daarin gestort om ongeveer 20% van onze bevolking te vaccineren. Dus die zekerheid hebben we al vast. We zijn ook bezig bij andere donoren en financieringsorganisaties als de IDB te kijken of we geld kunnen lenen om nog meer te storten, zodat we geld vrij te hebben dat zodra er vaccin is, wij zo snel als mogelijk onze bevolking kunnen vaccineren. Maar het vaccin moet veilig zijn en het moet werkzaam zijn en het moet makkelijk toe te dienen zijn en te transporteren zijn. En dan komt er dus een massale vaccinatiecampagne. We zijn dus bezig om een vaccinatieplan op te zetten met alle onderdelen. Welke groepen ga je als eerst vaccineren? WHO beveelt aan, je moet je gezondheidswerkers als eerste vaccineren die in aanraking komen met patiënten. Je moet je mensen, je ouderen vaccineren, dat zijn de 65-plussers. En verder moet je groepen vaccineren die, al zijn ze nog geen 65, maar ze hebben hoog risico om ernstige COVID te krijgen. Dat zijn mensen met hoge bloeddruk, suikerziekte, ernstig overgewicht, cholesterolproblemen, hartproblemen en longproblemen. Die mensen moeten allemaal in kaart gebracht worden. Dus het is vrij veel werk aan de winkel, maar we hopen dat we met de lokale huisartsen en de RGD en medische zending toch een beeld te krijgen van die laatste groep. We zullen dus in het hele land iedereen moeten vaccineren, van noord tot zuid, van oost tot west. De vaccinatie zal niet verplicht zijn, maar wij gaan er alles aan doen om, als we eenmaal een veilig en goed vaccin te hebben, de mensen aan te moedigen die in aanmerking moeten komen. Laat je vaccineren. En dan kunnen we uit die lockdown toch. Dan kunnen we weer terug naar onze heerlijke, gezellige leefstijl. Dus zijn de mensen voor hun hele leven beschermd? Dat weten we niet. Dat moet de vaccinproducent vertellen. Wat ze zeggen, is 90% tot 95% effectief. Dat wil zeggen dat het in 5% van de gevallen misschien niet helemaal werkt. Maar wat wij weten van vaccins is dat als je toedient en de persoon wordt besmet, dat hij toch niet zo erg ziek wordt als wanneer hij niet gevaccineerd werd. Maar hoe lang die immuniteit duurt, dat weten we nog niet. Tot slot had dokter Eersel met het oog op de feestmaand december nog wat handige tips voor u. Blijf niet te veel in een gesloten ruimte. Frisse lucht is goed. Als je verkouden bent, draag liever een mondmasker, want dan ga je andere mensen besmetten. Was je handen regelmatig. Dat soort dingen hebben we geleerd en dat zal wel onderdeel moeten blijven van hoe wij omgaan met elkaar. Dat heeft COVID ons wel geleerd. Dus nu zijn er de een na de andere vaccinstudie, wordt afgesloten, moet gecontroleerd worden. Maar het ziet er naar uit, waarschijnlijk, hopelijk, eerste kwartaal volgend jaar. Dus tussen januari en maart. Vandaar dat we ons plan klaar hebben. Zodra wij een goede kandidaat hebben, beginnen we te vaccineren. Hou vast nog even aan de maatregelen. Dus de feestdagen zijn in aantocht, strefidentie. Je weet nou, je hebt die koning nou al wat je moet doen. Draag je masker, ga niet in overvolle ruimte. Hou afstand, denk aan je handhygiëne en hou dat even vol. Laten we rustige kerstdagen doorbrengen met onze familie.
niet zo uitbundig als we gewend zijn. Volgend jaar, kerst en nieuwjaar, kunnen we weer feesten. Of misschien zelf na die vaccinatiecampagne mag je feesten houden. Maar hou je rustig, want wij kunnen ons geen nieuwe piek veroorloven. Er zijn te veel mensen erg ziek geweest in augustus, september. We zijn nog steeds bezig om de zuurstofrekeningen over augustus en september te betalen. Die belopen in de miljoenen. Wij kunnen het niet meer, de gezondheidswerkers zijn nog steeds moe. We moeten er alles aan doen dat we geen tweede piek krijgen. En dat kan alleen als wij ons allen aan de maatregelen houden die bekend zijn. Niet samen scholen in ruimte en danspartijen organiseren zonder masker. Ik heb de beelden gezien. Dat zijn zeer gevaarlijke situaties waarbij jij als jonge man of vrouw het misschien krijgt, dan ga je naar huis. Dan ga je je arme oma besmetten of je vader die diabetes. Denk ook aan je omgeving. Heb je naasten lief en zorg dat je de maatregelen in acht neemt tot er een vaccin is. En met deze woorden van Dr. Eersel hopen wij van het COVID-19-journaal u weer een goede dienst te hebben bewezen. Het handhaven van de gecontroleerde toestand die we nu als land en samenleving hebben weten te bereiken, hebben we voor een goed deel zelf in de hand. Take care en tot de volgende keer.